Hallo iedereen, mijn naam is Gerne en we gaan gewoon weer verder met de FIFA 20K Gent carrière mode. Ik heb besloten om toch nog dit seizoen nog af te maken. Ik zie dat ik er een wedstrijd heb in Europa League, dus ik ben benieuwd wat het gaat worden. We spelen nu 1-1 tegen Wolfsburg. Oké, tegen Cercle. Denk dat ik mijn B-elftal ga spelen. We gaan weer simuleren tegen Cercle. Moeten we normaal wel winnen. En dat doen we ook 4-0. Deze wedstrijd is wel belangrijk, want dit bepaalt of we nu uit Europa zitten of niet. Ah, we winnen met 0-2 met goals van Verscharen en Praat. Dat is wel mooi. Wolfsburg is wel een groot team, dus dat is wel mooi dat we die hebben uitgeschakeld. Nu deze wedstrijd nog simuleren tegen STVV. Ah, we verliezen met 0-1, dat is wel jammer. We kunnen niet altijd winnen. Maar nu zie ik dat we in play-off 1 zitten. We zijn nu tweede, maar we hebben wel een wedstrijd minder gespeeld, dus... We winnen ook met 2-1. Met goals van Praat en Traoré. Oh, Manchester United is de volgende tegenstander. Dat wordt weer een zware. We spelen dus eerst uit tegen Man U, dus dat is dus de zwaarste wedstrijd. En we verliezen net met het kleinste verschil. Oké, na Manchester United vertrekken we naar Luik om daar te spelen tegen Standaard Luik. Ik hoop op gelijkspel. En we winnen zelfs met 3-0-3. Hattrick van Traoré. Even zien, in principe kunnen we nog doorgaan, want we, in de Manchester United was het maar 1-0 voor hun. Ah, we spelen 1-1 gelijk, maar zorgt er wel voor dat we er helaas uit liggen. Dus dat is wel weer jammer. Maar we hebben het niet slecht gedaan in Europa. De wedstrijd tegen Anderlecht komt er weer aan. Simuleren, zien wat het gaat zijn. Oké, tijd om te simuleren. Ik hoop dat dit toch winnen. En dat doen we 2-1. Die is al een speler geplaatst, zag ik net. Oh, maar 7 dagen valt best mee. We ook een scouten. Zal scout netwerk opzetten. Ga ik naar België sturen. En dan wil ik een doelman zoeken. Verder. Want ik wil graag een nieuwe, betere keeper hebben. En dan wil ik liefst als een jeugdkeeper. Tegen Antwerpen kan ik mijn B-elftal spelen. Tegen Antwerpen spelen we A3-1. We verliezen. Wordt de titel een beetje spannend. Ik kan nog 1 wedstrijd simuleren. En dan zit deze video er ook alweer op. Oké, de uitwedstrijd tegen Club Brugge. En we winnen net met 1-0. Volgende video gaan we beginnen tegen Standaard. Ik wil even zien hoe het zit in de competitie. We staan eerste. Dus dat is mooi. De finale in de Europa League is tussen Chelsea en Liverpool. Maar dank voor het kijken naar de video. We zien jullie snel naar de volgende video. En dan wordt dan ook meteen de finale. Dus dan kan je zien of we kampioen zullen worden of niet.